En dan naar Brazilië. Economisch gezien gaat het daar beter dan ooit. Maar wat blijft is de onuitroeibare spiraal van geweld. Zeker als er zo'n 16 miljoen vuurwapens in omloop zijn, van bijna de helft illegaal. Daarom voert de overheid, samen met een vredesbeweging, een campagne om vrijwillig en straffeloos niet geregistreerde wapens in te leveren. De mortuaria liggen er vol mee. Slachtoffers van kogels. Nergens ter wereld worden zoveel mensen door vuurwapens gedood als hier in Brazilië. 50.000 mensen per jaar, dat is meer dan 130 per dag. Meer mensen gaan dood aan wapens hier dan aan auto-ongelukken. Deze revolver was van haar vader. Het ding is 50 jaar oud. Omdat ze het vrijwillig inlevert, krijgt ze er 50 euro voor. Ficou guardada anos e anos e agora com a campanha do desarmamento eu resolvi entregar. Não, bota não sei atirar, eu não sei usar, é muito perigoso. De volgende is opnieuw een vrouw. Ze levert het wapen van haar overleden echtgenoot in. Ik detesto armas. Meus filhos são todos engenheiros, professores, ninguém mexe com arma. En dan een man die inlevert. Het is maximum de 300 reais, is isso? De politie weet het zo net nog niet. Ze herkennen het wapen niet. Maar de expert biedt uitkomst. Só vou te dizer o seguinte, isso aqui não é arma de fogo. Ela é feita para sonífero de animal. Se eu quiser levar ela de volta, é uso veterinário. Er worden nu een kleine 50 wapens per dag vernietigd. Maar niet iedereen gelooft in de campagne. Eu sou contra. Você tem que ter o direito de ter uma arma dentro de casa. Existe uma relação muito grande entre o policial e o bandido, infelizmente. Como? É conivência, corrupção. Vende armas? Eu confesso a você que eu não sei se vendem armas, mas é notório que vendem. Eu não tenho a prova de que eles vendem. Ik besluit de vraag direct te stellen aan een paar jonge drugsbazen in de buitenwijk. Esta arma foi arma entregada por polícia? Sim. É normal. E você comprou esta arma por quanto? 5 mil. Vai entregar ou não? Não tem como entregar. 80% van de doden zijn dan ook jongens zoals zij. Ze sterven in vuurgevechten met andere drugsbazen of met diezelfde politie. Simplesmente tira nossa vida a troco de nada. Então você sabe que vai morrer. Com certeza. De aanpak van de gewapende criminaliteit heeft in Brazilië nu hoge prioriteit. In 2014 organiseert het land het WK voetbal en 2 jaar later de Olympische Spelen.